Curling TV is vandaag lekker aan het buitenspelen in Krimpen aan de IJssel. Het is namelijk de Nationale Buitenspeeldag. Veilig op straat spelen is voor de meeste kinderen tegenwoordig niet meer zo gewoon, omdat er overal heel veel verkeer rijdt. Maar wat is er nou leuker dan lekker met je vriendjes en vriendinnetjes buiten te kunnen ravotten? We vragen Maya waarom de buitenspeeldag zo belangrijk is. Ja, het belangrijkste is dat kinderen buiten spelen, dat ze niet achter de tv zitten, geen computerspelletjes doen. Dat ze bewegen, dat is ook heel belangrijk. En dat ze vooral veel plezier hebben, dat vind ik nog belangrijker. Maar dat is toch wel waar het om draait eigenlijk. Hoe organiseer je zo'n dag? We zijn in oktober begonnen met het verzinnen van het plan, wat we zouden gaan doen en waar we het zouden gaan doen. Nou moet er eigenlijk altijd wel een achtergrondverhaal aan zitten. En dat hebben we eigenlijk wel een beetje bewust uitgekozen, omdat de straat die hiernaast ligt, die wilden we afgesloten hebben. Omdat ze in de toekomst willen ze hier een stukje verder gaan bouwen, komt er allemaal nieuwbouw. En willen ze ook een schoolroute hier gaan leggen. Dus eigenlijk was dat een beetje de link voor ons van, ja, er komt straks een schoolroute, maar een winkelcentrum vlakbij. Het is heel erg druk, veel leveranciers van winkels. Maar dat is wel een beetje van, ja, de kinderen even laten weten aan de automobilisten en aan de burgers van, de weg is wel heel erg druk. En kinderen kunnen eigenlijk niet meer gewoon buiten spelen zoals het vroeger was. Is het een geslaagde dag geweest? Ja, het is heel erg goed geweest. Het is echt mooi weer geweest. We doen het nu voor het derde jaar en het is begonnen met 200 kinderen. Vorig jaar hadden we er ruim 400 en nu hadden we echt een schatting tussen de 500 en de 600. Ook omdat het steeds bekender wordt. En Nickelodeon helpt ons ook een beetje mee, die zet alles op zwart. Dus dat scheelt ook. Ja, en als je dan mooi weer hebt en je benadert de scholen, dan kom je toch wel heel ver eigenlijk.